Namens het bestuur van onze stichting heet ik u van harte welkom bij de Nationale Hanjeschacht Herdenking van 2018 in deze altijd weer zeer sfeervolle kerk. Voorbereiding is voor over 2 jaar, wanneer het 100 jaar geleden is dat Hanni werd geboren. De opera gaat over de idealen die Hanni hebben bewogen tot wat ze later moest doen. De mini-opera is er vooral om jonge kinderen, zoals onder andere jullie, te laten beseffen en ouderen eraan te herinneren dat het goed is om idealen te koesteren en dat zaken als rechtvaardigheid, gelijkheid en solidariteit er echt toe doen. Vandaag is door het overlijden van Freddy Overstegen geen van de overlevenden van het vrouwelijke verzetstrio meer aanwezig. Maar hun stem verstomt niet. Nu de meeste overlevenden van het verzet niet meer zelf tot ons kunnen spreken. We luisteren naar gebeurtenissen uit het verleden en proberen daar vandaag betekenis aan te geven. De herinnering aan Freddy, Truus en Hanni zullen wij dan als stichting en met elkaar blijven koesteren in alle opzichten. Om daarbij samen met vele anderen ons steentje bij te dragen aan een vreedzamere, vrijere en meer inclusieve wereld. Ondanks alle tegenslag die daarbij hoort. Want één ding hebben wij daarbij van deze vrouwen geleerd. Bij tegenslag ga je door. Tot de vrijheid voor wie dan ook en waar dan ook. Het 023 nieuws vind je ook op haarlem105.nl en je mobiele telefoon.